Hey, twee knappe koppen in beeld. Ja. Zie je het? Ja. Oké, we hebben geluid. Ja. Doe maar even opnieuw naar even zeggen wat we doen. Leuk dat je kijkt naar Nascafé. We hadden een paar probleempjes, maar die zijn inmiddels opgelost. Vandaag hebben we een bijzondere gast, Ed Meenderink. Welkom. Hi jongen. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ik vind het ook leuk om jou te interviewen. Hartstikke leuk. Kijk of je het goed doet. Of je mijn tempo kan bijhouden. Ja. En me bij tijds kan afkappen en zo. Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja, want inmiddels ben je met emeritaat gegaan. Wat betekent dat nou eigenlijk? Ja, je weet, ik kom niet uit de kerk, dus ik ken al die woorden niet. En vroeger dacht ik dat je als predikant met pensioen ging, dat je dan naar Kuwait moest. Naar de Emiraten. Maar, er zit wat tussen. Ja, nee, dus... De reden dat ze ook zeggen met emeritaat en niet met pensioen betekent dat je dus wel op een gegeven moment een taak neerlegt, bijvoorbeeld van de gemeente. Maar je blijft dominee. Ja. Dus dat ben ik ook nu nog steeds. Meer freelance nu. Dus ja, zo is dat. Ja, we hebben je een tijdje niet gezien. Ja. Dus iedereen vraagt zich af in de kerk, hoe gaat het met je? Ja. Ben je gezond? Ja. Ja, ik voel me 18 jaar. Ja, ik kan er niks aan doen. Ja, althans, niet als ik 's morgens opsta, dan voel ik me bijna 80, maar goed. Okay, nou ja. Ja. Goed. Gelukkig nog ietsje jonger, ben je gezond? Ja. Corona een beetje overleefd? Heb je nog corona gehad? Of, niet dat we weten. Okay. We waren natuurlijk bevriend, of we zijn ook bevriend met Egbert. Die is heel erg ziek geweest en in die tijd hebben wij wel iets gehad, een paar dagen, maar toen werd er ook niemand getest. Dus, dus we zijn nu volledig gevaccineerd in de hoop dat we straks naar Griekenland kunnen. Ja. Daar ben je nog niet geweest. Nee, daar wacht ik al maanden op. Ik had er al maanden moeten zitten. Maar ik kom het land niet uit met die camper. Nee, dus het was dan weer dit land, dit en dan weer dat land. En nu is Italië nog aan het moeilijk doen. Dat is de laatste. Als ik dat heb gehad, dan kan ik erheen. Ja. En dan hopen dat ik ook weer terug kan. Hoewel, dat is een minder probleem. Oké. Ja. Dit is interessant. Ja. Niks gemerkt, toch? Heb jij wat gemerkt? Ik niet, nee. Nou ja, we gaan nu langs weer van slot af, ook in de kerk. Hoe heb je dat beleefd afgelopen tijd als predikant, de coronaperiode? Nou ja, bij mij viel het dus exact samen met ten eerste de eerste 3 maanden die ik als sabbatical nog kreeg van de bestuursraad. Waar ik verder aan niks mee heb kunnen doen, want ik kon niet weg. En dan pensioen, dus dat is wel raar. Dus alles wat ik vroeger dacht van als ik met pensioen ga, dat ging niet door. Nee. Dus ik dacht eerst lekker tot rust komen in Griekenland, de 6 maanden. Nou ja, niet. Komt land niet uit. Dus we zijn... Maar op zich, die coronatijd, ja, ik moet oppassen, anders kan ik een boek over schrijven. Natuurlijk, ik leid erg onder wat het voor veel mensen heeft betekend. Ja, ik denk vooral voor ondernemers en restauranten, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. En ook mensen die ziek zijn geweest. Maar zelf, ik zeg wel eens, in deze tijd zijn een heleboel echtparen en gezinnen erachter gekomen hoe ze nou eigenlijk draaien. Dus... Ja. Ja, wij werden ook op elkaar teruggeworpen. Je kon veel minder weg. En wij zeiden, ja, stop ons maar bij elkaar. Dus wij hebben er van elkaar genoten. En van de hond en van de camper en zo. En ook van ons huis bijvoorbeeld. Ja. We hebben werk een fijn huis. Dus zelf hebben wij nergens last van gehad. Buiten het feit dat ik zo ontzettend graag naar Griekenland wil. En, en nu zijn we al maandenlang aan het kijken. Wat kan wel? Nu moet ik door 5 landen heen. Kan het hier wel? Kan het daar niet? Dus hopelijk nou in begin juli kunnen we dat gaan doen. Ja, maar ik heb wel dus die tijd nu anders gebruikt dan ik dacht. Dus ik ben een boek aan het schrijven. Daar hoop ik over 2 maanden mee klaar te zijn. En in dat boek beschrijf ik mijn omwentelingen op het geloofsgebied in de laatste jaren. Dus, want het zijn er enorm veel geweest. Ik ben ook door een soort tweede bekering heen gegaan. En ik heb opnieuw studie gedaan ook. En wij weten nu veel meer over het ontstaan van het christendom en het vroege christendom dan toen ik studeerde. Dat wat we nu weten is heel erg belangrijk. Ja. Dus mijn geloof is op zijn kop terechtgekomen. En dus dat ga ik eerst op een rijtje zetten in het boek. En dan wil ik een internetkerk beginnen waar we met deze vormen verder gaan. Zo, dus, op een rijtje gesproken. Ja. Je bent 40 jaar dominee geweest. Ja. Kun jij eens in grote lijnen ons meenemen in je bediening? Hoe is het allemaal verlopen? Dat is het wat je nu ook doet. Hè? Dus ik droom ook heel veel. Dat is heel opvallend. En het positieve is dat ik ontdek dat we toch heel veel vrucht hebben gedragen. En dat bedoel ik helemaal niet, maar dat doet mij goed. Weet je? Dat je, er zijn toch honderden mensen tot geloof gekomen. Er zijn er nog meer, als het geen duizenden zijn, in heel Nederland ook. Die kom ik nu ook tegen dan. En allerlei
mensen weer leven dan. We krijgen nu ook, omdat het feest steeds wordt uitgesteld, toch veel post van mensen of mails van, ja, met bedankjes en alles. En hoor je dingen die ik al lang vergeten was. Dus dat voelt ontzettend goed. Ik denk, we laten echt. En ook dat het nu in Dennis' handen rust. Dus ik kan het ook echt achterlaten. Ja. Dus ik kijk. Ik heb het werk met heel veel liefde gedaan en zo. Maar er zijn ook dingen misgegaan. Ja. Ik heb ook een hoop betreurenswaardige fouten begaan. En die zijn zo groot. Ik lijk niet op Saul, maar het kwam wel in de buurt. Zo groot, als ik ze niet had begaan, dan was ik veel, hadden we veel meer kunnen doen dan nu. Ja. En ik weet precies waar het is fout gegaan, hoe het is fout gegaan en hoe het komt. Het is mijn eigen schuld. Op zich is dat ook een fantastische ontdekking, hoor, vind ik. Ja. Dus dat bevrijdt ook. Dus zelfs daar kijk ik ook goed op terug. Want je hebt ervan geleerd. En dat is ook weer debet aan wat ik heb meegemaakt, spiritueel. Dus vandaar dat ik zeg, wat is nou een fout eigenlijk? Ja, een fout is niet zo leuk, maar hoe wil je anders leren? Ja. Door succes leren we niks. Nee. Okay. Succes leert je niks. Nee. Je kan beter nederlagen leiden. Nederlagen, ja. Dus ik kijk er met Kobi samen, hoor. Met diepe dankbaarheid op terug. Het woord genade van God is bij mij met hoofdletters nu. Ja. Waar heb je nou het meeste plezier van gehad? Ja, preken, bijbelstudies. Pastoraal werk. Ja. Doe ik ook allemaal nog. En dan stopt het wel. De laatste bestuursraadsvergadering, zei Harry de Bruin van, het is Ed's laatste bestuursraadsvergadering. En er explodeert bij mij van binnen vrijheid. Ja. Ik voel ontzettende vrijheid. Ik ben naar huis gegaan, heb met Kobi staan dansen, ik heb met mijn vrouw gedanst. En ben daarna gaan nadenken en bidden ze, Heer, waarom voel ik me nou zo bevrijd? Nou, dat is niet van de mens of zo, maar toch wel van het gedoe van de kerk. Ja, precies. Dat heeft me flink genekt. Daar had ik nooit in moeten zitten. Ja. Dus, wij meenden, ik zijn altijd heel erg verantwoordelijk. Dus wij voelen ons ook verantwoordelijk om het toch te doen. Dat heb ik heel lang volgehouden, maar het heeft me flink genekt, want het past helemaal niet bij me. Dus dit wat ik nu doe, een soort freelance dominee, dat voelt heerlijk. Dat voelt lekker. Ja, dus dat is zo. En ik had altijd gedacht, zeg het net tegen jou, van als ik met pensioen ga, ik wil het niet, want ik ga in een gat vallen of zo. Nou, ik heb geen gat gezien. Nee. Nou, dus, tot mijn stomme verbazing. We hebben nu lekker teruggekeken naar wat je gedaan hebt en positieve en negatieve dingen gezien. Maar hoe zien de komende dagen eruit, of de komende jaren? Wat ben je van plan te gaan doen? Ja. Verwachten. Nou, ik heb al een aantal dingen ondernomen en ook een aantal dingen weer gestopt. Dus ik wil me heel erg door Gods geest laten leiden. Dat meen ik bloedserieus, omdat ik merk als ik me laat leiden dat ik toch weer ook zelf de fouten maak. Ik zeg ja op dingen en kom er pas te laat achter dat ik niet had niet moeten doen. Dus ik heb ook al een internetsite opgericht die ik weer gestopt ben. Dan krijg ik allemaal vragen van waarom ben je gestopt? Zeg, het was niet goed. En dus ik wil nu voorzichtig zijn. Dus het eerste jaar, sowieso hier in de kerk zelf, heb ik gezegd dat moet Dennis helemaal vol kunnen gaan. En zal ik misschien af en toe nog eens spreken of zo, maar niet te veel. En laat ik alles op me afkomen. Dus er komt ook van alles op me af. Ja. Dus ik ben een soort freelance dominee. En ik ontdek nu ook, ik hoor hoeveel invloed we eigenlijk gehad hebben met onze kerk en ik ook in heel Nederland. Ja. Dus ik denk, nou, ik wil een soort internetkerk beginnen. Eerst ben ik nu een boek aan het schrijven. Dat is over 2 maanden hoop ik af. Hoe heet het boek? De titel zegt van mij alles. Jezus, het verhaal van jou. Ja, dus het zegt eigenlijk alles. En dus dan ga ik dingen zowel historisch uiteenzetten als persoonlijk en zo. En wat ik denk waar het bij Jezus eigenlijk echt om ging. Wat het smalle pad is waar weinig op wandelen. Daar wil ik het over hebben. En dat is voor mij een sensationele ontdekking geweest. En pastoraal gezien zeg ik wel eens, had ik 40 jaar geleden dit moeten weten. Ja, dat zo gaat het met de jaren. Ja, had ik meer kunnen betekenen voor mensen. Maar dus dat wil ik eerst. Dan een internetkerk beginnen. Op hetzelfde vlak, met dezelfde basis en zo. En heb ik heel veel hulp bij nodig trouwens. Want mijn beste internetmedewerker ben ik door de complottheorie kwijtgeraakt. Helaas. Ja, ik was niet met hem eens, dus die opgestapt. Maar die heb ik nodig. En dan, maar het eerste jaar wel een beetje rustig. Want ik merk nu wel van. Waar ik Ellen naar uit had gezien, bijvoorbeeld, ik heb een boot in de tuin liggen, een Zodiac, zeewaardige rubberboot, waar we graag mee varen. Maar ja, ik was afhankelijk van mijn vrije dag op maandag en het moest mooi weer zijn. Ja. Dus we hebben wel eens jaren gehad dat ik 1 keer gevaren ben in een jaar. Ja. Dus ik dacht, met pensioen sta ik 's morgens op, kom mooi weer, we gaan weg. Nou, staat er weer een afspraak om 2 uur of zo. Ja. Ik denk van, nou, dat moeten we ook weer niet hebben. Okay. Dus ik ben nu nog voorzichtig. Dus ik doe wel van alles. Ik heb ook nog gewoon nog pastorale contacten en zo. We zien nog veel mensen uit de gemeente nog. En ik preek af en toe nu en daar. Ik geef wel eens lezingen. Nou, ik ben bij de EO geweest weer. Ja. Een uitzending. Ja, inderdaad. Je was bij NPO 5 geweest. Ja, ja. Ik heb het radioprogramma ook gehoord. Dat was heel interessant. Dat
beetje science fiction. Ja. Daar ook al van, ja, ook. Ja, precies. Kunnen we dat soort dingen nog meer gaan verwachten? Dat je lekker op de radio dingen gaat doen? Ik hoop het zeker, ja. Ik hoop het zeker. En gezien de reacties verwacht ik het ook, ja. Ja, wat waren de reacties die je kreeg? Ja, nou, ik heb alleen maar zeer positief gehad van mensen die echt helemaal onder indruk waren en zo. Maar heel veel, en dat vind ik bemoedigend, en dat geeft aan dat ik het goed zie. Dat hoor ik overal waar ik preek, in de nieuwe dingen die ik vertel. Dan krijg ik heel veel mensen naar me toe, zeggen, dominee, we hebben dat altijd ook gedacht. Ja, maar thuis, ja, het ja, ging ja, over aliens, UFO's. Ja, ja. Maar het heeft ook te maken met dus mijn nieuwe visie op het geloof. Ja. En dan zeggen veel mensen, we hebben het altijd zo gedacht en gevonden. Maar ja, in onze kerk mag je er niet over praten of zo. Ik zeg, nou, dat kom ik ook tegen. Ja. Dus dat bemoedigt mij om hiermee door te gaan. Dus, wat ik weet ook zei, ik zeg, die UFO's, ik heb zelfs gezegd, de boute uitspraak, in mijn opinie, kun je de Bijbelse boodschap en de boodschap van andere godsdiensten ja, niet verstaan als je niet bewust bent van het fenomeen UFO en buitenaardse beschaving. Ja, precies. Dus het is heel, mensen zeggen, ja, je kunt er niet, voor mij is duidelijk dat je dan de Bijbel niet snapt. Ja. Maar ja. Ja, zeker de moeite waard om nog eens na te luisteren. Ik heb zelf ook geluisterd. Ja? Ja, heel geboeid. Leuk hoe je ook vertelt. En allemaal ook uitgezocht. Wat zijn nou de dingen die je het meeste gaat missen de komende periode van de kerk? Ik mis nog niks. Mensen, we zien wel mensen, maar niet zoveel natuurlijk. Mm-hmm. En mijn vrouw heeft er iets meer last van. Die, ja, die mist de mensen meer dan ik nog. En, dus dat is wel zo. Ja, contact met de. En we hebben ook, ik zei ook vertellen, ik heb een vriend in Griekenland gebeld, zomaar eens voor de grap. Want wij blijken dus met ons huis veel overwaarde te hebben. Ja. En dat helpt ons, want pensioen is niet geweldig, maar die overwaarde wel. Dus ik denk, nou, ik bel hem, ik zeg, Spiros, wat kost nou een huis bij jou in het dorp? Dat is ons geliefde dorp, Pogonia. Mm-hmm. Hij zegt, joh, hartstikke duur. Ik zeg, nou, hoeveel dan? Hij zegt, nou, zeker 30.000 euro. Ja, ja, bedoel, ja. Ik zeg, Spiros, ik heb waarschijnlijk 170.000 euro overwaarde. Ja. Hij, oh my god, zegt hij. Ja. Dus ik kan daar een villa kopen op het strand met een grote boot voor mijn neus. En opeens gaat voor ons het paradijs open. Maar we gaan het toch niet doen. Omdat we zouden de mensen hier, ook onze vrienden ermee zitten in de kerk, te veel missen. Dus we gaan het eigenlijk niet doen. Maar dus mensen missen we. De rest, ja. De laatste tijd, kijk, ik moet heel uitkijken wat ik ga zeggen. Want niet alleen jullie luisteren, maar de laatste tijd ben ik ook in de diensten geweest omdat het mijn werk is. Ja. En omdat ik heel trouw ben en verantwoordelijk, heb ik het ook met plezier en overgave gedaan. Ja. Maar ik mis het niet. Hiermee wil ik graag afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor je deelname dat je hier was. Altijd leuk om jou even face-to-face te spreken. Ja. Ik denk dat voor elke gemeentelid hier heel fijn is dat ze even weer een oude donor hebben gezien. Ja, ouwe. Ouwe. Ja, oké. <okay. laughs> Ik snap je. Dat is wat ik bedoel. Ja. Maar wijsheid komt ook met ouderdom tegelijk, zeggen ze wel eens. Ja, dat is niet waar, want ik weet steeds minder. En ik geniet ervan. Okay. Ja. Nou, hartstikke mooi dat je er was. Voor de kijkers thuis. Leuk dat je gekeken hebt naar deze aflevering van Nascafé. Zou je willen meehelpen achter de schermen, dan ben je natuurlijk welkom om je aan te melden via het kerkelijk bureau. Je kunt ook nog even met elkaar doorpraten in de Zoom-meeting. De link vind je in de YouTube-beschrijving. Voor nu wil ik jullie een hele fijne week wensen en tot volgende Nascafé. Tot ziens!